Jesse Verstraeten, 3-3. Mag ik zeggen, terecht uitslag? Goh, terecht uitslag. Als je ziet welke kansen we de tweede helft nog gecreëerd hebben. En denk 5 keer in totaal op het doel uitgeschoten. Misschien moeten we wel tevreden zijn met dit gelijkspel. Op basis van de eerste helft die niet zo goed was. Dit was toch volgens mij het beste Hasselt dat we de afgelopen jaren gezien hebben? Oh, ik weet het niet. Ik denk dat we Hasselt al beter hebben gezien. Hasselt is van mij vandaag ook niet echt overtuigd. Ze hebben ook niet zo heel veel doelkansen afgedwongen. Integendeel, ze hebben me meer op de counter geloerd. En dat kwam er vandaag ook niet echt uit. Buiten aan die tweede of derde doelpunt van hun, ja, dat een beetje half op de counter wordt gemaakt. Maar nogmaals, Hasselt, dat is niet zo belangrijk. Onze ploeg is nog belangrijker. En, het moet beter. We hebben beter gespeeld. Het kan beter en het zal ook beter worden. Eerste helft was niet zo goed, tweede helft, je haalt het zelf al aan, vele kansen, maar ja, ze worden niet benut. En dan een klein beetje frustratie, Ataibi. Ja, oké. Okay. Een paar jongens zijn misschien wat minder in de wedstrijd zitten en dan krijg je een beetje frustratie, ook als die kansen die binnengaan. Maar nogmaals, we moeten hard blijven werken en op Hasselt op punt komen, dat is nog altijd niet slecht. We hebben het hier elk jaar een beetje moeilijk, maar al bij ons zijn we toch een beetje tevreden. Zeker over de vechtlust van de jongens, dat mag ook wel eens gezegd worden. Hey, we staan telkens maar op achterstand en we zitten altijd teruggericht. Dus dat is ook een verdienste van de groep natuurlijk. Anekdote, 7 minuten voor tijd op 5 fouten, ja, dan weerom geen enkele meer krijgen. Ja, dat is het zo. Hè. Dat is al jaren hetzelfde liedje, dat we die 6e fout maar laat of helemaal niet meekrijgen, ondanks dat er fouten genoeg gemaakt worden op onze spitsen, vooral op Omar, die echt moet vechten in de spits om een bal te kunnen bijhouden. Ja, en als je ziet dat bij een domme gele kale gewoon gele kaarten krijgen voor een duwfout, en jongens die mogen maar doen. Maar ja, dan moet je helemaal bijnemen en dat wordt alleen maar sterker van als geheel.